It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Dat zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds woensdag 16 oktober. En we leven om 14.44 uur. En ze geven aan dat het 16 graden is. Ja, we zullen het beleven. Ik heb koud in ieder geval. Dus ja, ik heb het niet bepaald warm. Het is 16 graden, het voelt als 15 graden en ze zeggen het regent, maar het zonnetje schijnt, het is bewolkt. Maar het regent niet, nee, niet hier ook. Misschien boven zee, dat weet ik niet. En hier ook komt ook geen regen. En die andere, kijk wat die zegt, komt ook geen regen. Maar wat ik wel weet, is dat mijn tarotkaarten binnen moeten zijn, want er is gisteren gebeld en dat had ik pas vannacht door. Ik denk, ja, nou is het te laat om terug te bellen, ja toch, ja. Maar ja, ik had ook gezegd, bel op mijn huistelefoon. Had ze dus niet gedaan, maar op mijn mobiel. Ja, dat is dom. Ja, ik had er ook mijn huistelefoon gegeven. Dan bel dan daarop. Maar nee. Maar in ieder geval. Oh, koude vingers. Echt. Ze doen me gewoon pijn. Maar in ieder geval, ik zal ze zo meteen even terugbellen. Maar ik ga eerst de meisjes ook even uitlaten. Ik ga ze eerst bellen, dan de meisjes uitlaten. En dan moet ik even weten wat het gaat kosten, want dat weet ik niet. Nee. Maar dat komt helemaal goed. En dan gaan we ze natuurlijk halen. En ja, daar ben ik gewoon weer blij mee. Ja, helemaal, komt helemaal toppie. Helemaal goed. Yay! Maar ja, dan neem ik jullie gewoon mee. Moeten we jullie eventjes aan de lader leggen, zetten, staan, weet ik veel wat. Jullie staan, dus ja, jullie moeten even aan de lader staan. Zo is dat. Dus dat doen we dan bij deze en dan neem ik jullie straks gewoon gezellig mee. Ja, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik zit weer klaar om de stad in te gaan naar de DA drogist. En wie weet, nog wat meer winkels. Ik weet het niet wat ik ga doen. Maar in ieder geval wel eventjes lekker nog naar buiten. De meisjes zijn uit geweest. En sowieso naar de DA. Mijn hele stiekje en mijn sleutel heb ik klaar. Mijn zonnebril die ligt er weer. Dus ja, helemaal gezellig. En ik neem jullie gewoon mee in of ik filmen ga, dat weet ik niet. Nee, ik leg er maar net aan. Hè. Ja. Neem jullie wel mee in ieder geval. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen en geniet een beetje mee. Tot later. En toen waren we weer thuis. Ja. En uiteraard, ik heb de kaarten. Ja, ik heb ze verder nog niet gezien, maar ik heb hem wel open gehad. Ja, Marianne, die heeft die dikke boek en dat grote boek erbij. Dus ik denk, ja, waar is mijn boek? Ik had ook zo'n groot boek verwacht. Maar deze is zo dun. En zo groot. Ja, de kaarten... Ik had verwacht. Oké, ze zijn kleiner dan. Of net zo klein dan die kaarten daar in het kistje. Dus ja, ik weet niet. Al keurig netjes in plastic verpakt. De magie, gelijk vooraan. Dus ja, het zit in plastic verpakking. Ik moet natuurlijk dat boekje gaan lezen. Althans, lezen eventjes. Sowieso eerst vluchtig doornemen. Tarot, spiegel van het leven. Ja.
En hier staat mooi de inleiding, dat tarotspel. Ja, je hebt verschillende spelletjes. Maar ik wil weten of net met mijn orakelkaarten, dan heb je een verhaaltje in het boekje voor op zijn kop, wat je zo trekt dat hij op zijn kop staat. En je heeft een verhaaltje als die wel goed staat. Het heeft twee betekenissen. Daar wil ik achter zien te komen. Want onze Ilona van Warenkrachtige Power, die heeft dat ook. Die heeft ook twee verhalen erbij. Dus, dat wil ik weten. De dwaas. Hij is de naïeve alledaagse mens en vertegenwoordigt de mensheid. Hij kan elk moment sterven en is zich hier niet van bewust. Hij heeft geen idee waar hij heen gaat of waar hij zijn voeten neerzet. Hij heeft geen dieper inzicht in het leven. En dan, hij is de ingewijde, de dwaze leerling op zijn wonderbaarlijke weg. Zonder landkaart of andere vorm van navigatie. Maar de bereidheid is om zijn leven te riskeren, om zijn diepe verlangen naar de onmogelijke te volgen. En hij is in het verlichte wezen dat er in het oog van de wereld dom uitziet. Maar hij heeft elke moment als nieuw en geniet ervan zoals het komt. Hij is in het getal nul als individu. Heeft hij geen bestaan en is het totaal opgenomen. Hij is de laatste stap, de laatste sprong van beneden naar boven. De dwaas heeft geen verleden en geen toekomst. Hij is volledig vrij om te spelen omdat hij geen doel heeft waarnaar hij moet streven. Nou, en dan heb je de duiding ervan. Naïviteit, onschuld, zuiverheid, vertrouwen, licht in hart, helderheid, geluk, zelfspot, het komische gelach, geborgen zijn in het goddelijke, bereid risico's te nemen. Ja, en ik zat dus echt te zoeken van, hebben ze dat verhaal er niet bij, maar ik zie het hier inderdaad ook niet, maar ja, dan moet ik toch eigenlijk aan iemand vragen, hoe doe je dat dan, zoals bij Ilona. Maar ik weet niet of Ilona daar mij antwoord op gaat geven. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we het wel leren. De magier. Ja, en de hoge priesteres. Nou ja, dat komt allemaal wel. Ik heb meer dingen gekocht, uiteraard. Uiteraard? Nou, nee. Ik wist niet wat ik zou doen. Zo. Halloween. Spinnetje, spinnetje, spinnetje. Zij oorknopjes. Ja. Dus dan kan ik die thuis laten. Doe ik die spinnen erin. Ja. Even kijken. Eentje erin doen. En ze hebben twee slootjes tegenwoordig. Ja, dan moet je er net die. Ja, die gaat er ook af. Zit hij tussen de nagel? Moet ook weer niet. Kok, kok, waar is mijn gaatje?
Nou zeg, ik kan mijn gaatje niet vinden, is dat toch wat? Echt, hè? Wat bizar. Ja, nou voel ik hem. Hoppa, moet die plastic hebben. Die rubberen. Hop. Nou. Toch weer wat anders dan die grouters. Deze begonnen we zo langzamerhand zeer te doen. Ja, echt. Zo. Gaat hij er ook in met zijn kont? Ook weer die rubberen. En kijken of die daarop passen. Ja, die passen daar wel op. En dat voor 1,49. Maar ze zijn wel lichter dan deze. Ja, kan je dat? En nog wat. En ze zegt dat is rekbaar, maar dan moet hij de... Oh ja, moet ik eerst een schaar hebben, want ik moet het kapot knippen. Anders kan ik hem er niet vanaf hebben. Zo. Ik heb wel een bandje, maar die is zo groot, zo breed. Hij is wel leuk, maar die hangt al een jaar aan de muur. Gaat goed hier, mijn neus. Blijft allemaal hangen. Kijk. Zo. Die is rekbaar. Met ook een spinnetje. Maar dan heb ik hier nog twee spinnen. En dan denk je van, wat moet je daar nou mee? Ja, dat weet ik nog niet. Ik hoop dat het lukt wat ik in mijn hoofd heb. Maar dan moet ik ze er eerst hier ook uit zien te krijgen. Gaat het even niet? Dan ben er ook twee. Het zijn ook twee pootjes. Die ik vast moet zetten. Dat is die kraai op mijn... Ik pak het even. Oh, hoe heet dat ding nou? Die... Ja, zeg maar cape. Hè? Ik kan er niet op komen. Kom jij even mee, Karel? Ja? Hé, Kareltje? Ja. Karel. Hé? Kijk, deze doek. Dan moet ik even kijken waar die knopen zitten, daar. En dan moet ik dat ook inderdaad over me heen hebben. Ik had dan eens toch al dat soort niet meer te zien, mijn bandje. Maar dit is voor buiten, hè, als je buiten loopt, ja. En dan moet ik Karel hebben. En die moet dan op mijn schouder. Waarom wil dat niet? Want ik wil ook kijken. En dan moet ik hem proberen. Ik weet niet of dat wil. Ik ga het eerst ergens anders proberen. Er zat een plakdingetje in. Kan ook gebeuren. Maar wat ik proberen wil, want ik hoop niet dat hij dan stuk gaat, daar ben ik bang voor.
Nee, daar gaat hij niet stuk van. Dat zijn pootje er dan tussen kan geklemd worden. Snappen jullie dat? Of niet? Dag. En dat dan op mijn schouder. Ik heb het nou niet op mijn schouder, omdat ik nou aan het oefenen ben of dat wil. Nou, dank. Ik ben bang dat hij dat veroverdukt. Ben ik bang voor. Maar het kan wel. Maar dan heb ik hulp bij nodig. Die dat voor mij wilt doen. Of ik moet mijn schouder weten te vinden zonder dat ik hem aan heb. Ja, wat moet je? Nee, gaat niet, hè? Nee. Nee, ja. Nou, weet je wat ik dan doe? Dan zet ik die spinnen gewoon op mezelf neer. Twee stuks, eentje daar en eentje daar. En dan ga je alsnog met tie-rips vast, want het gaat beter met tie-rips, op een poot van die spin erbij. Ja, voor op het mandje. Ja, helemaal geweldig. Nou, en dan ga ik. Hup, die zit door. En dan gaat die desnoods een beetje lager of hoger. Kan ook, hier gewoon. Ja. Kan helemaal. Ja, toch? Helemaal leuk. Nou, dat bandje heb ik ook om. Die begint al te zakken. Moet eigenlijk omhoog. Dus ja, dat dus. Is toch leuk? Gewoon gek doen. Je leeft maar één keer, mensen. Ja. Nou, dan kan er die kaartjes allemaal weg. Karel even naar de kant. Kan ik erbij. Even dit weggooien. Zo, dat dus. Ik weet niet wat ik met mijn bril heb. Die zakt ook eerder van mijn neus of dan dat hij blijft zitten. Die moet ik even weg. Ja. Nou, dan laat ik die spinnen er gewoon erop zitten. Op dat ding. Hoppa. Ah, en met licht geven ze nog licht ook, hè? Ja. Ze geven licht. Want het is glitter. Zo. Even naar binnen gaat het ook niet een stuk. Hoppa. Hoppa. Zo. En ik had even twee panties gekocht. Plastic valt er al uit. Moet toch mee naar boven. Maar oké, lieve vrienden, dat heb ik dus gedaan. En waar ben ik het blijdst mee? Nou ja, sowieso dit, hè. En wat is dat nou voor een prijs? Je lacht erom. Deze zijn wel duur, hoor. €27,95, €28, zeg maar, 5 cent. Nou, maar oké, ik ga koffie drinken. Dan ga ik even een klein filmpje maken voor Marianne. En dan komt het goed. Gewoon, hou vol goede moed. Want dan komt alles goed. Tot later. Ja, lieve vrienden. De tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Wat vind je daarvan? Ja. Het is 2:25. Ik schrik ervan. En het is koud buiten. Ik heb het zo koud. Oh. En dan zei ze dat het 70 graden is. Nou.
70 graden is, dan ben ik het ook maar. Ik heb het echt niet warm hoor. 70 graden zegt ze. Hier zegt hij 16. En het voelt aan als 14. Kijk, daar hebben we het. Ja, echt waar. Ik ga het nog een keer aan haar vragen. Dus denk erom, als jullie ook een Google-up hebben, dat jullie even erom denken. Ja. Hé, hey, Google, hoeveel graden is buiten? De actuele temperatuur in Den Helder is 17 graden. You are crazy. Telefoon zegt 16. Accepteren. En ze blijft op 16 zeggen, mijn telefoon. En het voelt aan als 14. Dus ik weet niet. Wow. Het is al 17 oktober. Dat kan kloppen. Maar het is ook al donderdag. En Willy die staat straks weer voor mijn neus. Ja, dat dus. Dus dan moeten we wel naar bedje toe. Ja, echt waar. Ook heb ik weer een brief voor iemand die heel veel achternamen heeft. Ik kan hem niet. Niet bij deze naam. Dus er gaat weer een telefoontje heen naar dat bedrijf waar het vandaan komt. Ja. Het is een of andere, weet ik van wat, het, van bol.com en een andere naam. Dus het is denk ik weer een deurwaarderskantoor. Nou, dan zoeken ze hem maar op en niet bij mij, want ik ken hem niet. Nee. Ja. Meneer M. Verbeek. Ik kan geen meneer Verbeek. Nee. Nooit gekend. Ook. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Wij vanaf ons huisje wel tevreden. En mijn meisjes en mijn kereltje wensen jullie een hele fijne, warme, heerlijk. Nacht toe, welterusten en slaap lekker met mooie dromen. Ik hoop voor jullie dat er ze ooit misschien uit mogen komen. En ja, jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!